Hallo, ik ben Robert van Mierlo en ik wil vandaag graag een boodschap delen vanuit mijn hart. Ik heb de afgelopen tientallen jaren eigenlijk geleerd dat God wil, dat het zijn verlangen is, dat ik gewoon mezelf ben. Dat ik me niet in allerlei bochten ga wringen om maar te voldoen aan de eisen die mensen op mij leggen of die ik mezelf opleg. Om maar voor mezelf, door mezelf goed gevonden te worden. Maar God wil dat ik gewoon mijn mooie zelf ben. De zelf die God bedoeld heeft dat ik ben. Ik ben coach, counselor, gebedstherapeut. En ik merk eigenlijk in mijn gesprekken met mensen dat dit eigenlijk vaak de kern is waar mensen mee worstelen. Niet echt jezelf durven te zijn. En je schamen hè, voor wie je bent, voor je tekorten. Steeds maar weer bezig zijn met het voldoen aan de verwachtingspatronen van mensen om je heen. En daarin ook steeds het idee hebben steeds te falen. Hè? Niet goed genoeg zijn, niet kunnen voldoen aan de normen van de maatschappij en de normen van hen om je heen. Waardoor je eigenlijk continu in stress en spanning zit. En continu in een schaamte, in een basisgevoel van niet goed genoeg zijn. En daardoor raak je eigenlijk ook de verbinding kwijt met wie je werkelijk bent. De verbinding raak je kwijt met je ziel. Je gaat steeds meer uit verbinding leven, want je gaat je allerlei gedragingen aanmeten die je niet werkelijk bent. En er is niks zo vermoeiend als om te zijn wie je niet bent. En als je niet meer echt jezelf kunt zijn, als er steeds minder plaatsen zijn in jouw leven waar je echt jezelf kan zijn, of dat je dat nooit echt geleerd hebt, dan leef je eigenlijk in een continue stress. En dan kun je allerlei mechanismes opbouwen om maar te overleven, maar eigenlijk ga je steeds verder uit verbinding met jezelf leven, waardoor ook werkelijk waarachtig contact met de ander en met God ook steeds moeilijker wordt. Want als je niet in een liefdevolle verbinding met jezelf kunt leven, dan kun je eigenlijk ook geen goede, echte, waarachtige verbindingen meer met je omgeving en met God aangaan. En God wil dat jij je mooie, authentieke zelf leeft. En dat je weer verbinding leert maken met je hart, met de dromen die God in jou heeft geplant. Want God heeft jou ontworpen. Hij heeft jou gewild zoals je bent. En God heeft een plan. En het plan met jou bestaat niet uit werken, want God zoekt geen arbeiders. Hij zoekt geen werkers. God zoekt geen mensen die zijn wil doen. Waar God naar verlangt, is naar een liefdesrelatie. Hij verlangt naar jouw hart. Hij verlangt naar een relatie. Hij verlangt dat jij zijn geliefd kind, zijn zoon, zijn dochter bent. Dat jij tot bloei komt, dat jij straalt, dat je steeds meer en meer het beeld van God uitdraagt in jouw leven. Wat God in jou heeft gelegd. Toen God jou schiep, heeft hij in jou een goddelijk DNA gelegd. Een goddelijk plan, een goddelijke droom die geleefd wil worden. En dat heeft niet te maken met een taak, met een bediening. Het heeft te maken met je mooie zelf. God wil dat je tot bloei komt. God wil dat je helemaal optimaal je mooie zelf leeft. Dat je vrij bent van angsten, dat je vrij bent van alle patronen die mensen op jou leggen, verwachtingspatronen waar je niet aan kunt en niet eens aan wilt voldoen, waar je toch aan probeert te voldoen. En dan komt er allerlei stress en spanning en dan ga je allemaal dingen doen waarvoor je niet bedoeld bent. Heel veel mensen van ons die doen dingen in hun leven, die zitten in een baan, die hebben een wereld gecreëerd uit angst, uit verkeerde intenties. En waar je helemaal niet happy in voelt. En waar je ook niet lekker functioneert. Waar je niet lekker in je vel zit. En dat heeft God niet bedoeld. God heeft bedoeld voor jou dat jij verbinding leert maken met wie je werkelijk bent. En vanuit dat werkelijke zijn, dus de essentie van het zijn, dat je van daaruit gaat creëren samen met God. Dat je van daaruit je leven gaat creëren, dat je van daaruit keuzes gaat maken. Want dan komt de kracht van God vrij, de scheppingskracht, de goddelijke potentie die God in jou heeft gelegd. En omdat die dan van God komt, en omdat je vanuit verbinding met God leeft en vanuit je ware zelf leeft, kan ook niks en niemand die potentie tegenhouden. Want je praat dan over de bovennatuurlijke potentie van God. En dat is iets wat ik eigenlijk steeds meer ervaar in mijn leven, dat het leven steeds meer als vanzelf gaat. Dat de deuren open gaan, mensen komen op mijn pad, naarmate ik steeds meer gewoon Robert ben, mijn gewone zelf. Mijn gewone zelf is goddelijk, want ik ben van
Gods wegen uit ontworpen. Daar hoef ik geen moeite voor te doen. Ik hoef niet mezelf te ontwerpen. Ik hoef niet mezelf om te buigen. Ik hoef niet mezelf te disciplineren. Om maar iets te zijn wat ik wil dat ik ben. Dat wil religie vaak op ons leggen. Die legt een bepaalde model op ons. Ze zeggen, ja, zo hoort een kind van God eruit te zien. En dan gaan we moeite doen. Dan gaan we ons disciplineren om te voldoen aan die christelijke norm. Van dit mag wel, dat mag niet. En dan proberen we ons te conformeren aan dat beeld. Nou, God wil dat niet. God wil niet dat jij in een harnas loopt. Dat je jezelf gaat disciplineren om maar te voldoen aan normen en waarden. Nee, God wil dat jij jezelf bent. Je mooie zelf zoals God jou heeft bedoeld. En dat is ook waarachtig leven. Want de wet, opgelegde normen van buitenaf, dat geeft geen leven, dat doodt juist het leven. Omdat je dan geen expressie meer kunt geven aan de passie die in jou ligt. Nou, zo heb ik zelf heel lang geleefd. Ik had het idee, want ik wilde God dienen. En ik wilde leven voor God en daardoor ging ik mezelf dingen ontzeggen. Ik ging eigenlijk mijn vlees doden, mijn verlangens doden, want ik dacht dat verlangens niet goed zijn. Dus ik ging steeds verder leven van wie Robert werkelijk is. En ik probeerde in een christelijk pad te bewandelen, een gedisciplineerd pad, wat uiterlijk misschien wel goed lijkt, maar waar geen leven meer in zat. En daardoor ben ik ook op termijn, dat heeft een hele andere reden, maar dat is ook een van de belangrijke redenen, ben ik in een burn-out terechtgekomen, omdat ik dingen ging doen die ik met mijn verstand kon beredeneren, maar die niet strookten met wie ik werkelijk was. En dat geeft heel veel spanning, dat geeft heel veel stress. En dat is ook niet wat God wil. Wat God wil, dat je leeft vanuit je ware, mooie zelf. En jij bent uniek zoals je bent. En jij bent anders zoals anderen. En misschien voel je je ook wel anders. En heel vaak kom ik tegen dat mensen zich niet echt begrepen voelen. En zeker als je hooggevoelig bent, of je beleeft de wereld anders dan anderen, dan kun je je heel eenzaam voelen, dan kun je je niet gekend voelen. En dan kun je eigenlijk, ja, je soms gaan inspannen, je wil dat die ander je gaat begrijpen. En dan stuit je iedere keer tegen onbegrip. Dan stuit je tegen afwijzing, dan stuit je tegen En dat geeft weer opnieuw heel veel spanning, want je wil zo graag dat die ander jou begrijpt. Maar het lukt niet. En mijn boodschap aan jou is eigenlijk om dat los te laten. Ga niet proberen dat de ander jou begrijpt. Dat hoeft namelijk niet. Op het moment dat jij weet dat jij begrepen bent door God en dat jij geliefd bent door God, dan kun je het verlangen om door een ander begrepen te worden en gekend te worden, kun je loslaten. En het mooie is, op het moment dat je dat loslaat, dan ga je juist ervaren dat je mensen gaat aantrekken die afkomen op wie jij bent. Dus die jou begrijpen, omdat er een interferentie komt. Er komt als jij steeds meer en meer jezelf gaat worden, en je pure jij, dan gaat er in de geestelijke wereld iets gebeuren waardoor de mensen op je pad komen die juist aangetrokken worden door dat stukje puurheid in jou. En dan zul je merken dat de mensen die dat graag zou willen dat ze je begrijpen, die begrijp je niet. En andere mensen komen op je pad waar jij een hele diepe verbinding mee gaat ervaren, gewoon als vanzelf. Dan hoef je maar, er zijn goddelijke connecties ontstaan en dan hoef je maar elkaar even te zien of even te spreken en je ervaart op een heel diep niveau dat je elkaar verstaat. En dat is het mooie, want dat is een geschenk. Dat hoef je ook niet meer te forceren, die hoef je ook niet te overtuigen. Het is er gewoon. En de personen die jou niet begrijpen, daar hoef je ook niet moeilijk over te doen, daar hoef je geen druk op te leggen. Dan kun je gewoon aanvaarden van oké, zij kunnen dat stukje niet begrijpen, het is oké. Niet iedereen hoeft mij te begrijpen. Want dat geeft namelijk zo'n stuk bevrijding, als je niet meer door iedereen begrepen hoeft te worden, maar dat je gewoon lekker vrij bent, gewoon je ding doet. En ook durf anders te zijn. Durf authentiek te zijn. Durf je droom te volgen. Durf te experimenteren. Durf fouten te maken. En dat is ook iets wat ik gewoon echt heb moeten leren in mijn leven. Om ook gewoon te durven experimenteren. Vroeger was ik zo bang dat ik het van het padje af zou gaan. Omdat ik in angst leefde. Dat ik eigenlijk niet over het randje van de dogma's durfde te kijken, omdat ik bang was af te dwalen.
Maar toen ik zeg maar steeds meer ging ervaren dat God onvoorwaardelijk van mij houdt, voelde ik vanuit die onvoorwaardelijkheid van God, ging ik ruimte ervaren om de wereld te verkennen. En dat heeft mij zo heerlijke vrijheid gegeven om over de muurtjes van mijn eigen beperkingen heen te kijken, om te gaan experimenteren, zowel in gedachten als in het leven. En ik ervaar ruimte. Ruimte om te mogen groeien, ruimte om te mogen zijn, ruimte om datgene te volgen waar mijn hart naar uitgaat, wat mij vreugde geeft, wat mij energie geeft, waar mijn passie ligt. En ik heb het niet over begeerte, want dat is ego-gericht, maar ik heb het over het volgen van de passie vanuit verbinding met God. Maar daar is ruimte voor nodig, daar heb je vrijheid voor nodig. En het is de liefde van God die jou laat ervaren dat je oké bent, dat je geliefd bent, dat je waardevol bent, dat je kostbaar bent. En op het moment dat je je eigen waarde leert ontdekken in de bron van God zelf, die in ons leeft, want Jezus leeft in ons door de Heilige Geest, dan heb je steeds minder de bevestiging van de ander nodig. Want het leven voor bevestiging van de ander, voor goedkeuring van de ander, dat maakt jou een slaaf van. Dat maakt jou een slaaf van anderen, omdat je je steeds gaat gedragen om maar te voldoen aan wat de ander graag wil. En als gevolg daarvan is dat je ook heel moeilijk je grenzen kunt aangeven, waardoor je niet die ruimte kunt innemen die jij nodig hebt om tot bloei te komen. Nou, God heeft niet bedoeld dat jij andere mensen gaat dienen. Dan moet ik even uitleggen, want God wil natuurlijk dat we dienstbaar zijn, maar God wil dat je dienstbaar bent vanuit overvloed. Dat je dienstbaar bent vanuit een vervuld leven, vanuit een eigen waarde, vanuit kracht. Want op het moment dat jij dienstbaar bent vanuit een slaafsheid, dan knijpt het juist het leven af. En dan hou je niks meer over, dan raak je leeg, dan raak je uitgeput. Dat gaat ten koste van je levensenergie. En dat heeft God niet bedoeld. Maar dat is wel wat de vroomheid, die stemmetje in jou, wel vaak zegt. Je denkt niet aan jezelf, je moet aan die ander denken, die andere boven jezelf stellen. Dat zegt God niet. God zegt, heb God lief boven alles. God moet boven alles staan. Zijn goddelijk plan, uw wil geschieden, het goddelijke wil. Daarna zegt Jezus, heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. Dus eerst God lief hebben, dan jezelf lief hebben, want dat is de belangrijkste relatie in je leven. Want God is een jaloers God, die wil jouw hart, die wil niet een verdeeld hart. Hij wil niet dat je jouw hart geeft aan anderen, maar hij wil dat jouw hart alleen van God is. En vanuit die innerlijke verbinding met God, kun je vanuit die bewogenheid van God anderen gaan dienen. Maar dat doe je vanuit de kracht, dat doe je vanuit het overstromen, vanuit een diep weten wie je bent. En dan kun je ook duidelijk je grenzen aangeven. Op het moment dat jij gaat dienen ten koste van je eigen ziel, daar is die grens namelijk, want dan ga je schade lijden. En dat mag niet. Je mag nooit schade lijden aan je ziel. Je mag heel ver gaan in het dienen van mensen, maar op het moment dat je gaat dienen vanuit een verkeerde intentie, dan ga je schade lijden aan je ziel, omdat je dan uit verbinding met jezelf en uit verbinding met God raakt. En daar ligt de begrenzing, want God wil in eerste instantie, jouw hoogste roeping is zijn geliefde zijn. En op het moment dat jouw hart verdeeld is, omdat jij wordt leeggezogen door mensen, dan houdt God jou niet meer over, dan raakt God jou kwijt. En dan raakt hij verdrietig, want jouw ziel komt God toe. Dus het bewaken van jouw ziel is niet egoïsme, het bewaken van jouw ziel is liefde tot God. En vanuit die diepe verbinding met God word je helemaal vrij. Dan gaat alles van je afvallen wie je niet bent en er komt steeds meer die mooie versie van jou naar voren die je werkelijk bent. Maar dat kan alleen vanuit een diepe verbinding met God. Want op het moment dat jij je geliefd weet, als jij komt op een plek waar jij je onvoorwaardelijk geliefd weet, of het nou thuis is of in een vriendengroep, daar waar jij gerespecteerd wordt om wie je bent, dan hoef je jezelf niet meer op te houden. Dan vallen de maskers weg. Dan kun je je hart tonen wie je werkelijk bent. Dan kun je ook gewoon af en toe eens je benen op tafel gooien. Dan kun je af en toe eens geïrriteerd raken. Dan kun je af en toe eens ook de schaduwkant laten zien. Maar je weet, het is oké. Het is oké, want hier, dit ben ik ook. Dat is ook voor wie ik ben. En ik word aanvaard. Ik ga hier niet om afgewezen worden. En God kan juist, als je steeds meer leert jezelf te zijn en je voelt je thuis in zijn liefde, dan komt er vrijheid om je mooiste zelf te leven. En dan durf je ook weer verbinding te maken met de diepe verlangens die God in jou heeft gelegd.
Want wij denken ook vaak, en daar kom ik ook vaak tegen, dat als ik dan vraag, wat wil je, zou je graag willen doen? Waar word je blij van? Waar word je gepassioneerd van? Wat geeft jou energie? En dan kunnen mensen daar vaak ook niet eens meer verbinding mee maken. Omdat ze gewoon niet weten wie ze zijn. Ze hebben altijd geleerd, je mag niks willen. Je mag geen wensen hebben. En natuurlijke verlangens zijn niet geestelijk. Dus het mag er allemaal niet zijn. Maar dan word je eigenlijk, knijp je het leven zelf af. Wat God jou heeft gegeven. God wil juist dat je gepassioneerd bent. Dat je plezier hebt in het leven. Het hoeft niet allemaal nuttig te zijn. Op het moment dat jij waarachtig plezier hebt. En jij geniet van het leven. Dan is God blij. Want dan ziet hij zijn kind genieten. Dus durf weer ruimte te geven aan jouw authentieke zelf. Durf de ruimte in te nemen van je mooie zelf. Durf dingen te doen die jij leuk vindt. Waar jij energie van krijgt. Want daar zit je kracht. Daar zit je authenticiteit. En je zult ook merken dat op het moment dat jij in je kracht komt en dingen gaat doen die je werkelijk leuk vindt, die passen jou. Dan word je heel natuurlijk. Want dat, als je dingen doet die je leuk vindt, waar je goed in bent, en dan gaat het stromen. En als het gaat stromen, dan kan het ook gezegend worden. En dan komen mensen op je pad, want mensen vinden het fijn om te gaan met mensen die lekker in hun vel zitten. Bij wie het stroomt, die gewoon doen wat ze leuk vinden. Dus dan gaan dingen kloppen in jouw leven. Maar de eerste stap is weten dat jij geliefd bent door God. Weten dat jij oké bent. Want God heeft jou bedacht. God heeft jou ontworpen. En God heeft in jou kwaliteiten gelegd. En die kwaliteiten zijn anders dan die van je ouders, dan die van je broer en zus, dan die van je vrienden. Maar iedereen heeft goddelijke kwaliteiten gekregen. Iedereen heeft een goddelijk karakter gekregen. Durf gewoon jezelf te zijn en durf te geloven, ik ben goed genoeg zoals ik ben. Want jezelf niet goed genoeg vinden zoals je bent, is eigenlijk een aanklacht naar je schepper toe. Dat is dus een zonde, want dan zeg je eigenlijk tegen je hemelse vader, Heer God, u heeft mij niet mooi gemaakt. U heeft mij tekort gedaan. Want ik heb niet die gaven en talenten die ander heeft. Daar doe je God verdriet mee. Maar op het moment dat je zegt, dank u wel Heer, dat ik mag zijn wie ik ben trots op hoe u mij heeft gemaakt. En ik wil mijn mooie zelf gaan leven. Wilt u mij helpen om dat pad te bewandelen wat u voor mij bedoeld heeft, om tot bloei te komen, tot eer van u. Dan heb je geen eer van mensen meer nodig en dan ben je vrij. En ik wil graag een gebed over jou uitspreken, dat jij ook lekker stappen kan maken richting die vrijheid die God voor jou bedoeld heeft. En er is lef voor nodig, want dat betekent dat je andere paden gaat bewandelen dan dat mensen van jou verwachten. En het uitstappen uit verkeerde patronen in jouw leven, dat gaat in eerste instantie strijd opleveren. Maar weet dat die strijd, dat de overwinning die daarna komt, de vreugde die daarna komt, het vele malen groter is dan de strijd en de moeite die het kost om uit oude patronen te stappen waarvan je diep van binnen weet dat het niet de bedoeling is in jouw leven. Dus als je in een baan zit waar je niet hoort te zijn, durf stappen te zetten om iets te gaan doen waar jij vreugde aan beleeft, waarin jij lekker in je element zit. Durf verkeerde relaties. Ga het niet kunstmatig in stand houden als dingen niet kloppen. Ga niet zelf dingen verbreken, maar durf jezelf te zijn, durf tot bloei te komen. En ga niet kunstmatig proberen, maar aan alle verwachtingspatronen te voldoen, maar volg je eigen innerlijk pad. En datgene wat daaruit ontstaat, de vriendschappen die daaruit ontstaan, hebben te maken met je goddelijke kern wie je werkelijk bent. En die zijn kostbaar, die zijn waardevol en die kloppen en dan stroomt het. Maar er is moed voor nodig, maar ik wil je aanmoedigen. Ga op je geestelijke voeten staan. Ga op je mooie, omarm je mooie jij. Durf ruimte te geven aan de droom die God in jou heeft gelegd. Die je diep van binnen wel herkent en die je weet, maar waar je het vaak moeilijk vindt om daar echt, om die echt achterna te gaan. Maar ik wil je zeggen, van niemand kan jou tegenhouden. Want als jij samen met God in het plan van God gaat stappen, wat God voor jou bedoeld heeft, en daar is moed voor nodig om uit oude patronen te stappen, maar dan zal het hele universum, dan zal de kracht van God jou gaan bevestigen, want daartoe ben jij bestemd. En er zal niks en niemand jou kunnen tegenhouden. En er is geen excuus. Gezondheid is geen excuus, financiën is geen excuus, leeftijd is geen excuus, want je bent geroepen om te zijn. En je kunt je nergens achter verschuilen, je hoeft je nergens achter te verschuilen, al ben je 80 jaar, op het moment dat jij vandaag kiest,
ik wil vrij zijn en ik ga in Gods kracht en Gods liefde mijn authentieke zelf leven. En dan gaan op dat moment gaan alle deuren open en dan kan de kracht en de liefde van God gaan door je heen stromen. He, of je nou in armoede leeft, in allerlei schulden leeft, of in ziekte leeft, dat zijn allemaal dingen van buitenaf. Maar waar ik het over heb is vrijheid van binnenuit. Kiezen om je mooie zelf te zijn. Op het moment dat je die eerste stap neemt vanuit een innerlijke relatie met God, dan gaan alle dingen in je leven veranderen. Want er komt een goddelijke potentie in jou vrij. En die is niet te stuiten. En ik ga een gebed voor over je uitspreken. Hemelse Vader, ik wil u danken dat u ons geroepen heeft om te zijn. Heer, want uw naam is ook de Ik Ben die ik ben. En u heeft ons geschapen naar uw beeld en uw gelijkenis. Heer, en er zit een goddelijke potentie. Heer, want wij zijn goddelijk gemaakt. En ik bid, Vader, dat u uw Heilige Geest uitstort. En de goddelijke potentie in ons vrijzet. En ik zeg je, broer en zus, kind van God, ik zeg je met de kracht van God, ik zeg je op dit moment met de zalving van God, omdat je zijn geest mag ervaren, zijn roepstem, om uit te stappen, om uit te breken uit patronen die jij niet bent, en om je ware zelf te omarmen, en samen met God de droom te leven die God in jou heeft gelegd. En je weet het, want er is een passie in jouw hart, er is diep van binnen, is daar een verlangen, en je weet dat je weet dat je weet dat het verlangen puur is. Alleen durf dat verlangen te voeden. Durf de stappen te zetten richting het verlangen wat God in jouw hart heeft gelegd. En dan zul je gaan ervaren dat God met je gaat meewerken. Dan gaan de deuren open en dan is de sky the limit. Want Gods geest is onbeperkt. En jouw geest verbonden met Gods geest is ook onbeperkt. De beperkingen die zitten tussen je oren. Het zijn leugens, het zijn ongoddelijke overtuigingen. Maar Jezus is gekomen om jou te bevrijden van deze ongoddelijke overtuigingen, van deze leugens waar jij in bent gaan geloven, om in een heerlijke vrijheid te bewandelen. En ik zegen je in de naam van Jezus Christus, met de kracht van God, met de geest der waarheid, omdat Hij je zal leiden tot de volle waarheid. In Jezus' naam. Amen.